Wij zijn hier vandaag met 10.000 Brusselaars, Walen en Vlamingen samen in Brussel. Stop om de beschuldigende vinger te wijzen naar de Waal, naar de Brusselaar en de Vlaming. Ons probleem is niet dit land. Ons probleem is een wereldvreemde kaste van politici die steeds arroganter worden en steeds minder beseffen dat ze arrogant worden. Diezelfde politici die vertellen dat zij een Jaguar nodig hebben of dienstwagens van €2.500 per maand. Dat is meer dan wat de helft van de bevolking verdient per maand. Diezelfde mensen die zijn nu onze steden aan het afsluiten. Niet voor het coronavirus, maar wel voor oude dieseltjes. Ja, we zijn tegen die lage emissiezone. En ja, we zijn tegen dat boetesysteem dat die lage emissiezones oplegt. Met 175.000 mensen samen hebben wij een burgerwet ingediend 80 dagen geleden om een netto pensioen te realiseren van €1.500 netto. Die burgerwet die ligt ondertussen 80 dagen in de schuif in het parlement. Die traditionele partijen verhinderen dat wij een wetsvoorstel zouden bespreken van €1.500 net. De echte reden is dat wij politici's hebben in ons land die schrik hebben. De politieke klasse in ons land heeft schrik van haar eigen bevolking. En daarom zwijgen ze ons dood. Vandaag hebben wij 4 ministers van armoede, terwijl de kinderarmoede stijgt. We hebben 4 ministers van mobiliteit, terwijl we allemaal stilstaan in de file. Dus is het niet tijd voor 1 minister van armoede? Is het niet tijd voor 1 minister van klimaat, 1 minister van mobiliteit en 1 minister van gezondheidszorgen? Wij zijn de partij van de hoop, beste vrienden. Het is niet ikke, het zijn wij. De wij van de werkende klasse in dit land. Wij bouwen aan een beweging van hoop. Wij hebben de hoop en de solidariteit aan onze kant, beste vrienden en kameraden. En wij hebben de vorige verkiezingen gewonnen. En als het nodig is, zullen wij ook de volgende verkiezingen winnen, beste vrienden en kameraden.